Atelier Habité is een tentoonstelling die zich enerzijds heel letterlijk in de tentoonstellingsruimte ontplooit als een atelier, als een echte werkruimte, waar verschillende kunstenaars, architecten en vormgevers wonen, herdenken en herdefiniëren. Nu daarnaast, Atelier Habité toont het ook eigenlijk een shift naar de woning als atelier, de woning als werkruimte. In de voorstellen van alle deelnemers aan deze tentoonstelling zie je heel duidelijk een soort van overgang of shift naar een bewoner die veel creatiever wordt, die zijn eigen woning zal kunnen ontwerpen, veranderen en eventueel ook zelf bouwen. Dus we zien een heel interessante shift ontstaan naar een soort van atelierwoning. En dat is eigenlijk waar deze tentoonstelling op wil focussen. We bevinden ons momenteel op een sleutelmoment in de tijd. Na de financiële crisis en de Occupy-beweging die daarop volgde, is er meer en meer eigenlijk een tendens ontstaan, vooral dan bij kunstenaars, maar ook bij de gewone burger, om systemen en structuren te gaan herdenken en herdefiniëren. We hebben gezien dat de bestaande structuren waar we heel lang in geloofd hebben, falen. Dat die niet meer voldoen aan bepaalde vereisten van onze hedendaagse cultuur. Momenteel is het dan ook belangrijker dan ooit dat architecten, maar ook kunstenaars en vormgevers die systemen en structuren herdenken en herdefiniëren. Zo ook op het vlak van ruimtelijke ordening, architectuur en ook wonen. Dat zijn belangrijke systemen die aan zich ook wel dienen herdacht te worden. Zeker ook omdat we momenteel in een veranderend klimaat zitten met veranderende parameters. Als het gaat over demografische evolutie, als het gaat over ecologie, als het gaat over economie. Zijn er heel wat elementen die veranderen en die ons uitdagen om radicaal anders te gaan nadenken over wonen, onze wooncultuur, maar ook onze woonmodellen waarmee we momenteel nog zitten. De verschillende kunstenaars, architecten en vormgevers in de tentoonstelling die bekijken eigenlijk wonen vanuit verschillende perspectieven. Niet alleen vanuit een louter architecturaal of planologisch perspectief, maar waarbij dus vooral gefocust wordt op het materiële, de materiële constructie van een woning. Maar daarnaast kan je ook kijken vanuit andere perspectieven naar het wonen, zoals bijvoorbeeld een meer sociologisch of antropologisch perspectief, waarbij je meer focust op de bewoner en hoe die zijn wonen eigenlijk ervaart of zou willen vormgeven. En daarnaast kan je ook vanuit een meer ecologisch perspectief gaan kijken naar wonen of vanuit een louter artistiek perspectief. En dat zijn allemaal verschillende mogelijkheden die in deze tentoonstelling echt naast elkaar worden geplaatst. Soms gaan zij met elkaar in dialoog. Soms daarentegen kan er ook wat frictie of wrijving ontstaan tussen die verschillende voorstellen. Maar dat maakt het juist interessant en dat kan juist ook een debat oproepen. Ik heb ook gevraagd aan alle deelnemers aan deze tentoonstelling om zelf een plek te kiezen in het tentoonstellingsgebouw. Dus zij mochten zichzelf eigenlijk innestelen in de ruimte. Waarom? Omdat ik vond dat het allemaal mensen zijn die bezig zijn met ruimtelijkheid en die daar genoeg ervaring in hebben. Ik wilde als curator mezelf eventjes op de achtergrond plaatsen op dat vlak en zien hoe dat zou evolueren. Dus ik heb hen organisch eigenlijk laten kiezen uit de plekken die hier in het gebouw te vinden zijn. Dat betekent dat er niet één tentoonstellingsparcours mogelijk is in deze tentoonstelling, maar dat je die van op verschillende manieren kan benaderen of bezoeken. Dus dat maakt dat het eigenlijk heel open is. Tegelijkertijd, door zo te werken, zijn er ook een aantal backstage ruimtes in de tentoonstelling aanwezig die je normaal gezien als bezoeker nooit betreedt. Bijvoorbeeld onze loskade, waar onze technische ploeg normaal gezien aan het werk is, onze audiovisuele studio. Dus dat zijn zo'n beetje achterkamertjes waar het publiek eigenlijk geen weet van heeft. Maar die nu ook gekozen zijn door bepaalde kunstenaars of architecten om hun werk te presenteren. Door op zo'n manier te werken krijg je eigenlijk een laatste blik ook op de architectuur van dit gebouw, van de Vleugel 58. Een van de laatste keren voor de verbouwing en de nieuwbouw van Z33 zullen aanvangen. Het is ook belangrijk om met deze tentoonstelling toch al de bezoeker enigszins te initiëren in
wat er zal komen, hè, om nog eens een laatste keer geconfronteerd te worden met de schoonheid van dit gebouw, maar even goed met de schoonheid van de school die naast de 33 staat in de Bonnefantenstraat en die binnenkort, deze winter eigenlijk al, zal gesloopt worden. Dus op die manier willen we eigenlijk ook al een beetje een tipje van de sluier oplichten wat betreft het vervolgverhaal van Z33.